ga proberen met deze racket en dit sitteltje zo veel mogelijk hoog te houden. Dat ga ik nu doen. Holy fuck. Waar ben je, vlieg? Waar ben je? Ken je nog wie is? Ik had hem echt bijna vaak geslagen net. Maar nu is hij. Ja, ik hoor hem wel, ik hoor de vlieg wel. Waar is die? Oh, hij is daar. Ik zie hem. Kom. Spinnen, pak hem aan. Spinnen, pak hem aan. Pak de vlieg. Waarom zijn het zoveel? Waarom zijn het zo ongelooflijk veel? Weet je? Ik kom zo weer terug en dan denk ik de vliegen wel te pakken. Hoop ik. Maar ze vliegen allemaal boven mijn hoofd. Heel irritant, weet je? Ik kom zo weer bij jullie terug en ik hoop dat ik de vliegen heb. En als ik ze niet heb, dan is het gewoon verschrikkelijk pech. Daar zijn dus spinnen, wat ik bedoel eigenlijk. Die spinnen bedoel ik dus. En die vliegen gaan dus altijd naar die spinnen daar. Maar ja, die spinnen eten de vliegen niet op en daarom zijn ze zo irritant. Peter. Zo. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb nog een keer. Oh god. De mooie gouden kussens, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Oh, dit meen je niet. Ja, ik kan hier 100 keer rondlopen, het is gewoon bloedje heet hier binnen. Ja, en zeker de lamp. Ja, die zie je nu dan niet, maar ik bedoel meer, de lamp is ook bloedje heet. Als je hem de hele dag aanlaat. Daarom hebben we ook geen lamp aan in de woonkamer. Ja, en daarom is het ook zo bloedje heet. Ja, dat wil ik even vertellen, weet je. Ik weet nog steeds niet wat ik moet doen. Ik kom zo weer terug. En dan weet ik denk ik wel wat ik moet doen. Ik was net achter een vlieg aangegaan. Ik had hem bijna met de vliegenmapper gepakt. Gewoon net niet gewoon op de muur. Nee, op het plafond. Ik had de vliegenmapper, de gele vliegenmapper, had ik tegen het plafond aangehouden. Als er een vlieg daar was, ik had hem niet. Ik had hem echt gewoon niet. Nee, verschrikkelijk, ik had hem niet. Nee. En weet je, ik kom zo weer terug en heb ik wel wat verzonnen. Ik verzin nu echt nutteloze dingen. Dat ik echt denk, waarom eigenlijk? Ik ga achter vliegen aanrennen. De spinnen film ik net. Wat is dit van ons? En weet je, ik kom zo weer terug en heb ik wel wat verzonnen. Serieus, ik kan niet meer die vliegen achterna. Nee, serieus. Wat ik wel heb gekocht is Golden Oreos. En dat is denk ik wel lekker. Ik weet niet. Kijk, het is een gele verpakking. Ja, ik weet niet wat lekker is. Maar ja, ik probeer het wel een keer uit. Golden Oreos. Oreos, ja. Ja. Mm. Ik weet het. Ja, ik heb niets voor te doen. Ja, het is ook buiten. Weet je, ik ga even naar buiten. Misschien kan ik meer doen. Ja. Hier is ook niet zoveel. Ja, heel veel gebied kijken. Ik heb even een banaan gepakt. Ik kon echt niets verzinnen. Ik dacht misschien, als ik een banaan eet, heb ik meer superkrachten. En dan verzin ik steeds meer creatieve dingen. Ik ga proberen. Misschien werkt het, misschien werkt het niet. Ik ga altijd proberen. Ik heb de banaan hier. Ik heb een idee gevonden. Nee, ik heb geen idee van. Dit werkt echt nutteloos. Dit is echt iets wat niet werkt. Nutteloos, ja. Nutteloos is dat dit niet werkt. Ja, het werkt niet. Maar hij is wel lekker. Hij is wel lekker. Het werkt niet. Als ik een hap neem, weet ik niet opeens iets wat ik kon verzinnen. Nee, misschien dat ik iets anders eet straks. Ik weet niet wat ik kan eten.
Hier zijn nog een fles Lipton IJs, die is op. Maar ja. Ik sponsor gewoon allemaal dingen. Ik heb er heel veel op ingezet. Ik heb heel veel op ingezet. Allemaal producten, ja, waar ik dus niet wist dat ik ze op mag zetten. Maar het is reclame voor die producten in de winkel. Reclame voor een gratis reclame. Dat is toch beter als je gewoon nutteloze dingen filmt als dit. Banaan eten. Oké, dus ik zet hem maar even uit. Tot ik deze banaan op heb, zet ik hem weer aan. En dan heb ik nog steeds niet verzonnen. Maar weet je, ik ga gewoon wat leuks van maken en dan hoop ik dat dit straks op is. Ja, doei. Doei. Doei, hè. Wacht even. Doei. Heel even wachten. Doei. Nog één momentje. Doei. Nog een heel klein momentje. Doei. Heb je nog echt een heel klein momentje? Ik moet even naar de supermarkt. Doei. Nee, nog één heel klein momentje. Ik moet even naar Tokio. Even één dag naar Tokio met de auto. Doei. Nee. Ik moet je nog één ding zeggen. Kom met je trouw. Nee, doei. Ik ben Martijn Eldering. Ik ben op zoek naar de ratelslang. Kom, we gaan. Hier is een super groot bosje. In dat bosje zit een ratelslang. Kom, we gaan erheen. Achteruit, kom. We gaan naar de bosjes. Kom, we gaan naar de bosjes. Zo, jezus, wat een groot bosje. Kijk eens aan. Allemaal struiken. Au, ik prik me. Allemaal mooie planten. Zo, kijk nou even aan. Daar achter zit een ratelslang. Klopt niet. Daarin zit een ratelslang. Dat klopt wel. Ja, ik kan hem niet vinden. Het is zo'n zeldzaam beest. Zeldzame beesten. Kan je niet zomaar vinden hier in het veld. Die zitten meestal verstopt. En daar kan ik ze niet vinden. Heel stom paardje. Maar ja, je weet het. Ratelslangen zijn zeldzaam. Nee, niet allemaal. Maar heel veel. Klopt wel. Dus ik ga zoeken. Maar niet een ratelslang. Naar een stukje papier. En dan ga ik hem jullie laten zien. Dank je. Doei. Wat ik net deed was echt verschrikkelijk. Ik deed flink vond naar de manier dat ik mezelf ken. Wat creepy. Het is vandaag de tweede dag en ik heb eindelijk een stukje keukenrol gevonden. Eindelijk. Ik zei nog in die andere video's van gisteren dat ik een stukje papier moet vinden. Maar dit is eigenlijk een stukje keukenrol. Maar dat maakt niet uit. En ik gebruik dat niet mogelijk. Ik wil nog even wat zeggen. Ik wou net gaan douchen. Ik heb net een handdoek in mijn handen. Maar ik wou jullie nog even een filmpje van Rijn laten zien. Het duurt een paar minuten en dan kom ik bij jullie zo weer terug. Hallo, welkom bij mijn theevlog. Vandaag gaan we 6 soorten theeën gaan bespreken. Theetje nummer 1. Dat is een groene jasmijnthee. We maken het klepje even open en we ruiken even. Oh, hele lekkere thee. Thee nummer 2. Dat is warming still. Even ruiken. Lekker, werkt ook heel lekker. Theetje nummer 3. Herbal chai. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Even het klepje openmaken en altijd even goed ruiken. Heel. Theetje nummer 4. Dat is een echte forest happiness. Van lachen. Ga eens even ruiken hoe die ruikt. Oh, heel lekker. Nou, gaan we naar het volgende. Theetje nummer 5. Even ruiken. Heel lekkere thee. Theetje nummer 6. Oeh, heel snel. Theetje nummer 6. Dat is de Sunshine Sensation. Even ruiken. Just keep it because maybe they forget it. Okay, I don't know. Nou, we maken lekkere thee weer open. Een klein beetje thee.
in de theefilter. ik doe het echt in je mond. Zeg, tot de volgende vlog. Doei. Doei. Nu ben ik echt officieel klaar met douchen. En dan ga ik zo verder filmen. Doe, vraag me nou alsjeblieft niet waarom ik nu dit aan heb. En niet dit. Maar dit is dat ik het. Dit is een t-shirt en dat vind ik wel te koud met deze korte mouwen als een vest met lange mouwen. Dat vind ik gewoon beter als het kouder is als een t-shirt met korte mouwen. En daarom doe ik dus ook deze aan. Ja, en dat wou ik even zeggen. Ik zit nu op een stoel. Wow, bijzonder. Ik zit nu op een stoel. Wow, wat bijzonder. Ik zit nu op een stoel, wat bijzonder, ik zit nu op een stoel, wat bijzonder. Ik was net echt niet gestoord ofzo. Dat klopt, ik ben niet gestoord. Als je gestoord bent, laat je het meer weten. En dan laat je het niet zien, dan laat je het meer weten. Klopt wel. Hallo, daar ben ik weer. Ik ben in Nederland weer, in mijn eigen vertrouwde kamer. Bij papmama thuis, hè? Ik woon ergens anders, maar dit is de kamer bij papmama thuis. De plafond met de lamp. Ja, ik weet niet. En daar is buiten het zwembad. En dat is eigenlijk wel mijn papa en mijn thuis. En niet mijn. Ja, wel mijn eigen huis. Maar ik woon ergens anders. Dat klopt. Ja, en dat wil ik even zeggen. En dan denk ik dat ik deze video voor nu ga afsluiten. En dat ik hopelijk misschien op vakantie weer een keer terugkom. Of misschien thuis. Dat ik weer ooit een keer weer een nieuwe video ga maken. En daar heb ik heel veel zin in. Doei!